dankjewel. Ik ben Yvette, dit is Simon. Ik ben front-end developer en Simon is back-end developer. En wij gaan het vandaag hebben over Elasticsearch en React. En eerst even wat publieke interactie. Wie heeft er al ervaring met Elasticsearch in de handen nog? Oh. Nou, top. En wie hebben er ook al ervaring met React? Ja, Gutenberg. Oké. Nou, dan gaan we van start. Eerst gaat Simon een introductie geven. Daarna ik een live demo. Altijd een beetje spannend, dus we gaan het zien. Daarna gaat Simon het hebben over het back-end gedeelte en daarna ik over het front-end gedeelte. Simon. Ja. Ja, dat is een beetje opgedeeld in front-end en back-end verhaal. Nou ja, zoals je hier ziet, ga ik kort ook even iets vertellen over Yard, wie we zijn, waarom we websites maken, waarom we met WordPress. En ook over de uitdaging die we hadden en dan met name met het zoeken. Ja, hoe we dat hebben opgelost. Een klein beetje informatie over hoe Elasticsearch werkt. Nog wat informatie over hoe wij Elasticsearch met WordPress geïntegreerd hebben. En hoe we Reactive Search gebruikt hebben voor de front-end. Nou, Yard maakt websites voor organisaties met een maatschappelijke missie. En we doen dat met 35 mensen en we doen dat vanuit Utrecht. We maken websites voor onder andere 35 gemeentes, voor zorg- en welzijnsinstellingen, verenigingen, ledenorganisaties en we hebben ook een heleboel kennisbanken. Ja, waarom werken we met WordPress? Vanwege de grote community uiteraard. Omdat het open source is, is voor ons belangrijk. En het dashboard, en daarmee bedoel ik eigenlijk dat het het dashboard is heel herkenbaar. Veel gebruikers en klanten weten al hoe ze ermee moeten werken. Tegelijkertijd is het uitbreidbaar, dus dat maakt dat wij ook onze hele eigen code er tegenaan kunnen bouwen. Het is uitbreidbaar in de vorm van plugins, maar ook de code is zo opgezet dat het goed kan uitbreiden met hooks, acties en filters. Dus we kunnen overal altijd nog tussen. En daarom biedt het ons de mogelijkheid om echt maatwerkapplicaties en ook grotere applicaties er tegenaan te bouwen, terwijl de dashboard heel herkenbaar is. Maar goed, we hebben het vandaag over het grote probleem dat wij een aantal jaren geleden hadden en waarvan we ook van steeds meer klanten horen van lopen we toch tegenaan dat de zoekresultaten niet relevant genoeg zijn. En dat heeft een aantal hoofdoorzaken die ik hier alvast even wil noemen. Zo wordt er heel slecht gezocht op delen van woorden. Neem bijvoorbeeld een website waar een artikel op staat met de titel grof afval. En dat grof afval staat aan elkaar. Dit voorbeeld komt uit een van onze vele gemeentewebsites waar ze dat soort informatie aanbieden. Als je dan zoekt op grof afval, maar je plaatst een spatie tussen grof en afval. Dan krijg je misschien dat artikel niet te vinden, want het woord grof en afval komt er wel in voor. Maar het is geen gehele mesh. Ook zijn de resultaten die we terugkrijgen vaak niet zo heel erg goed gerangschikt op relevantie. Om even verder te gaan op het voorbeeld van net. Stel, je hebt een nieuwsartikel op dezelfde website en dat gaat over grof taalgebruik. Nou, dat is totaal niet relevant als je zoekt op grof afval. Maar als jij grof en afval met een spatie ertussen hebt gezet, dan vind je wel dat artikel bovenaan. En misschien niet een artikel wat heel vaak grof en afval in de content van het bericht heeft staan. Dus de relevantie hadden we ook veel problemen mee. Nou, geen synoniemen, dus zoek je op huwelijk, dan vind je geen artikelen over trouwen. Zoek je op trouwen, vind je geen artikelen over huwelijk. Geen verschillende woordvormen, dus als jij woorden in het meervoud hebt, of in het enkelvoud, dan heb je geen rekening mee. Ook vervoegingen van werkwoorden. Als jij zoekt op rennen en er staat rennen in of gerend, dan zul je het artikel toch niet vinden. En tot slot toestaan van spelfouten. Dus iemand die dyslectisch is maakt misschien één spelfout of krijgt weer letters om. En in al die gevallen worden eigenlijk niet de resultaten getoond die we wilden laten zien. Dan hadden we nog een aantal dingen die we dan ook meteen willen oplossen. Dus waar we rekening mee moeten houden bij het bouwen van de oplossing. Dat is dat we wilden dat de zoekrelevantie te sturen is. En dat het per site, dus per gemeente of per andere klant, makkelijk in te stellen is. We merkten dat bijvoorbeeld sommige klanten zeiden van wij vinden nieuwsberichten heel belangrijk en we willen graag op die hogere zoekresultaten terechtkomen. Dus kunnen die ietsje meer geboost worden? Kunnen die wat relevanter gemaakt worden? De zoekervaring is ook niet hoe we het voorheen hadden. Dus de bezoeker die tikte dan een zoekterm in, drukte op enter en dan moest de pagina herladen.
Dus ook dat wilden we niet meer. We wilden zorgen dat we als we gingen zoeken, dat we meteen de resultaten kunnen krijgen. En als laatste punt wilden we ervoor zorgen dat we in meerdere bronnen konden zoeken. We hebben meerdere websites die niet alleen in de site zelf willen zoeken, maar ook in andere websites willen zoeken. Dus we moesten een manier vinden om artikelen die niet op onze eigen website stonden, in onze zoekmachine zien te krijgen. Dan gaan we nu kort even laten zien wat het eindresultaat is geworden van dit werk. En dan gaan we daarna laten zien en vertellen hoe we dat gebouwd hebben. Voor jullie zien nu de nieuwe website van de gemeente Wallingsveen.nl. Deze is nu nog vrij volgens mij live. We hebben het design en de technische implementatie ervan gedaan. En wat je gelijk ziet is dat het zoeken prominent in beeld is gebracht. En dat komt omdat het zoeken voor gemeentes extra belangrijk is. Veel artikelen, veel producten, veel diensten, veel nieuwsberichten, ook allemaal verschillende bronnen. Stel je wilt een rijbewijs aanvragen en je zou het zoeken niet hebben, en het zou dan toch ook niet in de toptaken staan, dan zou je helemaal eerst naar direct regeling informatie moeten gaan, zoeken waar je moet zijn, reisdocumenten. En vervolgens als je hier komt, moet je ook weer een keuze maken. Dus designers zijn eigenlijk uitgegaan van dat zoeken het nieuwe navigeren is. Dus hier heb je nu een inputveld die in React is gemaakt. En de connectie heeft met de Elasticsearch database achter. Ik ga even laten zien hoe het werkt. Stel ik een rijbewijs aanvragen, dan tik ik hier op rijbewijs aanvragen. Dan zie je dus direct een auto-suggest lijst die resultaten van Elasticsearch krijgt. Dan heb je gelijk de titel en ook de bron waar het uitkomt. Als je dan klikt, dan ga je gelijk naar dat product toe. We gaan even naar de searchpagina. Zo, dit is dus de zoekpagina, dat is ook een volledig project. Er zitten een aantal interessante functionaliteiten in. Hier aan de linkerkant hebben we het zoekveld. Die heeft dus eigenlijk alle problemen die we hadden, hebben we daarin opgelost. Dus we hebben bijvoorbeeld een gedeeltelijke woordenmatch. Dus als je bijvoorbeeld op rij zoekt, dan zie je ook gelijk de rijbewijs, dan wordt dat aangevuld. Spelfouten zijn er ook, dus al maak ik er rijbewijs met een z van, dan wordt het rijbewijs met een s, dus er zit een soort van fuzzy search in. Ook synoniemen worden opgepakt, dus als ik op trouwen zoek, dan wordt ook huwelijk meegegeven in de zoekresultaten. En ook de verschillende wormvormen, woordvormen zitten erin, dus als ik bijvoorbeeld aanvraag, zoek, dan doet hij ook aanvragen, dus dat is iets anders dan fuzzy search. Hierin pakt hij zeg maar de verschillende werkwoordsvormen. Er stond bijstandsaankering. Moet hij dat nu doen? Ja, dat gaan we nu doen. Ja, dat is heel goed. Dat is ook meteen, op het einde. Bij de vraag en antwoord. aan de linkerkant heb je ook nog de verschillende bronnen. Aantal zijn van het CMS van het project zelf, dus de installatie zelf. En andere zijn weer extern. Dus bijvoorbeeld de bekendmakingen. Als je erop klikt, ga je naar volgens mij overheid.nl. Voor terug, maar ook bijvoorbeeld het Badwijzer is een externe bron. Die dus niet van door ons onderhouden worden. En dus kunnen de zoekresultaten kunnen we enhancen met artikelen van andere bronnen door middel van een API of desnoods gescript. Dat we dat elke dag bijhouden. Ga ik terug. Zo. Ja, dus verder, ja, eerst gaat Simon iets vertellen over wat Elasticsearch is en hoe we het hebben geïntegreerd met WordPress. En daarna ga ik verder met hoe we hoe de bezoeker op zo fijn mogelijk manier zoekopdrachten op de website kan uitvoeren. Alright. Ja, je ziet hier bij frontend zie je HTML en CSS staan trouwens. Daar had de JavaScript ook zeker bij moeten staan, want het tweede deel van de praatje gaat vooral over de implementatie van JavaScript en dan naar React. Dan even een aantal voordelen van Elasticsearch. Het is open source, het is heel erg schaalbaar, dus je kunt als je een kleine website hebt, kun je ermee beginnen. Je doet er een paar artikelen in en op het moment dat je groeit, dan groeit Elasticsearch wel goed met je mee. Dat werkt zo dat je verschillende installaties kan hebben en die zoekopdracht wordt verdeeld over de verschillende installaties. Op het moment dat je een je server wordt te klein, dan koop je er een bij en dan
ga je het verdelen. Dus dat zit al erg ingebouwd. We gaan verder in dit kaartje niet heel veel op in, maar het is wel zeker een voordeel van de rest. Het is ook heel gebruiksvriendelijk. De documentatie is heel goed te lezen en alles aanspreken van Elasticsearch doe je op basis van REST. Wat voor ons belangrijk is, want daardoor kunnen we zowel vanuit de backend, PHP-code aanspreken, als vanuit de frontend, de JavaScript-code. Het is heel performant. Een van de redenen dat het zo snel is, is trouwens ook weer dat je de zoekopdrachten zo goed kunt verdelen over verschillende installaties. Je kunt dus meerdere zoekopdrachten tegelijk uitvoeren. En je kunt hele complexe zoekopdrachten samenstellen. En hier kun je uiteraard ook heel ver in gaan en dan op een gegeven moment wordt de leercurve ook wat zijder. Daar kom ik later nog even op terug. Nou, WordPress Default Search, je zoekt een bezoeker, tikt iets in op de pagina, drukt op enter, het verzoek gaat naar de applicatie, in dit geval WordPress. En WordPress die maakt een SQL-query van met de WP-query en haalt artikelen op uit de database. En de WordPress toont vervolgens de resultaten na dat de pagina herladen is aan de eindgebruiker. Nou, we gaan Elasticsearch installeren. We installeren Elasticsearch zelf bij onze hostingpartij en we hebben daar al heel een aantal servers, dus we konden daar ook makkelijk een Elasticsearch server bij afnemen. Er zijn ook andere opties, Elasticsearch heeft zelf hosted opties. Er is ook nog een plugin ElasticPress en die plugin kom ik straks ook nog even op terug omdat we die zelf ook hebben gebruikt in de oplossing die we gemaakt hebben. En die biedt ook hosted opties aan, dus, maar wij hebben het zelf laten installeren. Ja, in dit geval, de pagina wordt nog altijd gewoon geladen zoals altijd, komt uit SQL, maar op het moment dat je een zoekquery doet, dan wordt de zoekopdracht door de applicatie in plaats van naar SQL, wordt er een zoekopdracht voor Elasticsearch gemaakt. En die wordt over REST gestuurd naar Elasticsearch en dan krijg je een lijst met resultaten terug die ook een score hebben. Dus je kan meteen aan de score zien welke resultaten het meest relevant zijn. Ja, voordat je een artikel uit de Elasticsearch kunt halen, moeten die artikelen natuurlijk wel eerst in de Elasticsearch staan. En daarvoor moeten de posts die in je WordPress database staan, moeten gekopieerd worden naar Elasticsearch. Dat proces van kopiëren, dat noemen ze bij Elasticsearch indexeren. Nou, dat moet eenmalig gebeuren aan het begin, dus je wil alles in Elasticsearch hebben. Dat, is dat duurt even, dat trap je af en op een gegeven moment is het klaar. Vervolgens, wanneer een post bewerkt wordt in WordPress, en dus een databaseverandering komt, moet die wijziging ook worden doorgevoerd in Elasticsearch. Als een artikel verwijderd wordt, moet dat ook doorgegeven worden. Dus het geeft best wel even wat, je moet best wel op een aantal plekken bij WordPress inhaken, op update, save, delete post, hooks, om dat allemaal in zin te houden. De plugin ElasticPress, die wij dus ook gebruiken voor een deel van de oplossing, die neemt daar een heel deel voor ons voor uithandelen. Dus die regelt een heel deel van dat synchronisatieproces. Ja, in Elasticsearch kun je de data indelen in verschillende indexen. Het is vooral bedoeld om je data te structureren en dan beheersbaar te maken. Je kunt bijvoorbeeld een index maken per posttype. Maar je kunt ook een index maken per bron. Dat hebben wij gedaan, omdat we op die manier eigenlijk al die verschillende bronnen waar we in zoeken een beetje beheersbaar houden. We kunnen de ene index weggooien en de andere blijven staan. We kunnen de ene index opnieuw indexeren. En dat heeft geen invloed op de andere indexen. Op het moment dat je zoekt, dan kun je een search query kun je altijd ook over meerdere indexen tegelijk uitvoeren. Dus je kunt het daar hebben we verder dan geen omkijking meer naar. Het is wel belangrijk dat de documenten die dan in Elasticsearch staan, dat die dezelfde formatting hebben. Dus dat de keys van de documenten in Elasticsearch overeenkomen. Want daardoor kun je over meerdere indexen tegelijk zoeken. Om even een voorbeeld te laten zien van hoe het eruit komt te zien als het in Elasticsearch staat. En dan hebben we het even over een WordPress post die naar Elasticsearch is gestuurd. Bovenaan zie je de index, een indexnaam die we zelf verzonnen hebben voor de gemeente Alkmaar. Hebben we alles geprefixed met Alk, zodat we die index allemaal een beetje bij elkaar hebben. En dit is dan voor het product. Elasticsearch geeft er een ID aan mee. En alle attributen van de post die staan onder de source attribuut. Het ID komt overeen met de post-ID in WordPress.
de title met post-title. Nou, zo kun je zien dat die eerste aantal keys eigenlijk overeenkomen met die van de WordPress-tabellen. Maar ze heten hier net anders en dat is dus ook weer om te zorgen dat we uniforme benamingen hebben, ook al zoeken we over verschillende bronnen. Dan hebben we er zelf nog een aantal keys aan toegevoegd. Je ziet hier bijvoorbeeld de expiration, op het moment dat een nieuwsartikel bijvoorbeeld verlopen is, dan zorgen we bij het zoeken voor dat die niet in de zoekresultaten terechtkomt. En dan zie je nog meta en terms staan. De meta hebben een FAQ toegevoegd, even als voorbeeld. En bij terms hebben we een show on property, waarmee je kunt zeggen van nou, we willen alleen dat het in deze subsite getoond wordt in de zoekresultaten of in een andere subsite. Dat toevoegen van terms en meta hebben we heel eenvoudig gemaakt en dat ga ik straks ook laten zien. Zodat je altijd data kunt toevoegen aan je set en kan zorgen dat artikelen daarop gevonden kunnen worden. Ik ga even iets meer vertellen over hoe het zoeken werkt in Elasticsearch. En dan met name tekstvelden. Want dat is uiteindelijk waar Elasticsearch echt goed in is. Op het moment dat je zoekt op een tekstveld, dan wordt dat tekstveld eerst geanalyseerd. En dat gebeurt in twee fases. De eerste fase is het tokeniseren en de tweede fase is het normaliseren. Tijdens de tokenisatie wordt elke zin die Elasticsearch gestuurd wordt opgehakt in losse tokens woorden. Dus stel je hebt een artikel met de titel rijbewijs aanvragen of vernieuwen, dan wordt het opgehakt in rijbewijs aanvragen of vernieuwen. En dat heeft eigenlijk meteen al als voordeel dat je op dat moment dit artikel niet alleen kunt vinden door te zoeken op rijbewijs aanvragen, maar je kunt nu ook zoeken op rijbewijs vernieuwen. Vernieuwen rijbewijs. Aanvragen rijbewijs. Dus de volgorde maakt dan niet meer uit. In het tweede deel van het proces wordt er genormaliseerd. En daarbij worden alle tokens onafhankelijk van elkaar genormaliseerd. Een aantal dingen gebeuren dan. De hoofdletters worden kleine letters. Alle woorden worden in hun stamvorm neergezet. Dus alle werkwoorden worden naar een stamvorm gezet. Dus aanvragen wordt aanvraag, vernieuwen wordt vernieuw. En stopwoorden worden eruit gehaald. Want zoeken op het woordje of en dus levert alleen maar ruis op. Dan zie je nog het woordje vervangen en dat is het synoniem voor vernieuwen. Dat kan door de klant worden toegevoegd. Dus die kan zelf zeggen van nou, ik wil bij deze berichten wil ik ook dat het gevonden wordt op deze en deze en deze synoniem. Dat is even in het kort hoe dat werkt. Dan gaan we nu verder naar hoe wij het dan zelf geïmplementeerd hebben. En er waren een paar dingen waar wij rekening mee moesten houden. We moesten ernaar kijken dat het een beetje schaalbaar was. Dus elke keer dat wij Elasticsearch in een nieuwe site installeren, dan willen we die installatie eigenlijk zo snel mogelijk doen. Dus we hebben daarom ook een eigen plugin gemaakt. Hier is de Elasticsearch plugin. Ik zou zeker hier naar kijken als je wilt gaan beginnen met Elasticsearch. Dus zij hebben zowel indexopties als zoekopties. Dus je kunt ook helemaal van met Elasticsearch toepassen. Wij hebben dan dus alleen gebruik gemaakt van de opties voor het indexeren. Dan hebben we onze eigen Yard Elasticsearch plugin gemaakt. En dat kun je zien als een soort extensie voor ElasticPress. En het voegt een aantal settings toe bovenop op ElasticPress. Je kunt het eigenlijk zien als een soort abstractie bovenop ElasticPress. Waarin wij snel onze eigen settings kunnen toevoegen. Nou, zo ziet die er dan uit. Die plugin. En je ziet dat we een aantal opties hebben. We geven dus een prefix mee, waarin wij de indexen kunnen prefixen. Je kunt in elke site kiezen of je het wil indexeren of dat je ook in deze site wil zoeken. En je kunt hier indexeerbare postings aanvinken. Dus je kunt eigenlijk in één keer aanvinken van nou, deze posttypes wil ik doorzocht kunnen hebben. En andere posttypes wil ik niet doorzocht hebben. Hier is de optie om taxonomies en metavelden toe te voegen. Je kunt dus door erop te klikken kun je zeggen van nou, ik wil deze terms of deze terms en deze meta's doorzoekbaar hebben. En voor meta-key geldt dan dat je gewoon de meta-key moet invullen. We kunnen een aantal posts uitsluiten, bijvoorbeeld op basis van wat ik eerder zei, de verloopdatum. Maar het is ook mogelijk om posts uit te sluiten op basis van de postmeta.
Dus hier heb ik bijvoorbeeld een checkbox gemaakt voor sommige pagina's die ze niet gezocht, niet gevonden willen hebben. En dan kunnen ze aanvinken van sluit deze uit, want zoekresultaten. Ook hebben we een aantal artikelen en die zijn alleen voor intern gebruik. Dus die moeten ook niet gezocht kunnen worden. Nou, dat is op basis van de taxonomie type. En als die ook intern staat, willen we hem er ook uitgevuld. Dus dat zijn nog andere dingen die we hebben toegevoegd. En dan hebben we het uitsluiten. En dan hebben we de zoeksettings. Deze zoeksettings gaan niet naar Elasticsearch, maar die gaan naar de frontend. Die worden meegegeven in een globaal JavaScript-object, zodat ze in React beschikbaar zijn. En dat is waar ze worden overgenomen door het gedeelte wat die Vesto gaat vertellen. Nou, wat wordt er meegegeven aan de frontend? De eerste indexen waar je gezocht moet gaan worden. Dus dat zijn deze vijf. Voor deze site zijn dat er vijf. Er worden een aantal filters meegegeven. En het is daarmee mogelijk om eigenlijk op elk veld wat in de Elasticsearch staat hier aan te geven en een filter op te plaatsen. Dus in dit geval hebben we het een beetje slecht gezien met het linkerplaatje. Maar je ziet hier bijvoorbeeld dat we in Elasticsearch hebben dan het veld terms thema. En door dat hier in te zetten, krijg je dan automatisch ook die filters te zien. Je kunt die filters dan sorteren op aantal of op afval. En tot slot hebben we de boosts. Het is mogelijk om bepaalde velden wat meer te boosten dan andere. Nou, in deze setting zou je dus zeggen dat ze heel veel nadruk hebben gelegd op synoniemen. Omdat ze merken van nou, als wij zelf nog een woord toevoegen aan synoniemen, dan vinden we dat zo belangrijk dat het zelfs hoger mag wegen dan een titel of de samenvatting. Ja, uiteindelijk krijg je dan dit. Ja, we hebben dus die Yard Elasticsearch plugin. Daarmee voeren we wat settings door naar Elasticpress. Die Elasticpress gebruikt tijdens het indexeren. En een ander deel van de settings sturen we naar de npm package Yard Reactor Search, waar Yvette zo meer over gaat vertellen. En dan gaan we naar het frontend gedeelte. Yes. Nou, we hebben nu dus een Elasticsearch database klaargezet. Met verschillende indexen, met heel veel documenten erin. Je kan de zoekqueries op loslaten. Dat is echt lekker. Je kan dus zoekresultaten terugkrijgen. Ja, we willen eigenlijk de zoeker daar een hele fijne ervaring, een hele fijne zoekervaring mee had. We hadden eerst wat customs in PHP gebouwd, dat je een zoekveld hebt en wat checkboxes. En dat je dan op de zoekknop kan klikken en dan wordt een post request gedaan. En dan je moet de pagina herladen. Het werkt allemaal wel, maar het was niet de meest ideale oplossing die je wilt hebben. Dus toen zijn we gaan rondkijken naar wat voor oplossingen zijn er. En we hadden een paar eisen. Het moest geïntegreerd worden met WordPress. We moesten de functionaliteiten en het design moesten kunnen aanpassen. Open source moesten zijn. Er moest een community achter zitten, zodat er veel onderhoud werd gepleegd. En voor ons moest er ook een fijne developer experience achter zitten. En de meeste developers van ons hebben ervaring met React, dus we zijn wel snel naar React gegaan. En we hebben gekozen voor Reactive Search. Het is een UI Components Library. Het is open source en het heeft real-time zoekfunctionaliteit. Er zijn dus verschillende componenten. Je hebt een knowledge ID picker, je hebt zoeken, inputs, je hebt sliders. En daarmee kan je eigenlijk ook snel een complexe zoekpagina maken. Ja, ik vind het een hele fijne developer experience hebben. Je hebt niet echt diepgaande kennis nodig over Elasticsearch of querytaal om er een zoekpagina van te maken, maar die mogelijkheid is er dan wel. Maar ja, in het geval van Holistein, hoe het dan is opgebouwd. Je begint met Reactive Base Wrapper. Daarin maak je connectie met de Elasticsearch database. Dus je moet de URL meegeven, de indexes waar je in wilt zoeken, maar ook even wat optimisatie natuurlijk. En dan verder zijn alle componenten, alle child components die reageren met elkaar, die zijn samen met elkaar in contact. Dus je hebt de zoekcomponent aan de linkerkant, heb je de filters aan de linkerkant, de result count, stel je zoekt in het zoekveld, dan verandert alles mee. We zagen een paar problemen. Namelijk, we hebben in ieder geval 25 meters waarin we de Reactive Search wilden implementeren.
Dat wordt dan veel publicatie van code. Ook is meerdere gemeentes, meerdere codebases, dan is onderhoud lastig. Stel je hebt een bug in de ene gemeente, dan moet je ook al je andere gemeentes af. En ook qua consistentie is het belangrijk. Er is een nieuwe gemeente, een nieuw project waar je Reactive Search in moet zetten. Pak je de laatste versie van Reactive Search en dan gaat code ook uit elkaar groeien, dat wil je niet. Dus moest het plan komen. Onze keuze ging voor de code centraal te beheren in een private package. En eigenlijk is het een container rondom alle Reactive Search componenten. Ik ga even zelf hebben betrekt en de voordelen wat we hebben gemerkt daarvan. Je hebt een Azure install in het project of Yarn install. En vervolgens, als je bijvoorbeeld de zoekresultatenpagina wilt hebben, dan hebben wij één grote deal gemaakt met Search Range. En dat ziet er qua code even heel erg gesimplificeerd zo uit. Je haalt de base uit de package en de search page of de view die je wilt, of de widget. En vervolgens aan de base geef je de indexes mee die je mee wilt hebben. En die ES Global Variable komt dus uit de plugin van Simon. Waar je het dus gewoon in je GUI kan invullen. De URL, dus welke Elasticsearch cluster je wilt connecten. En dan vervolgens heb je aan je search page view, geef je de boost mee, dus die je ook in de interface kunt maken. En de data fields. En de data fields zijn de filters aan de linkerkant. En vervolgens render je het component met weer doen. Dus zo simpel is het eigenlijk om een hele zoekpagina in je project neer te zetten. Naast de zoekpagina's hebben we ook een aantal widgets natuurlijk, zoals de search input op de homepage. De zoekbalk is ook gewoon een React-component die je inlaat vanuit de package. Maar we hebben ook alle kleine componenten beschikbaar gesteld. Dus stel je hebt een gemeente die compleet afwijkt van de functionaliteit of design van de widgets die we al gemaakt hebben, kan je dus ook in je eigen project nog zelf een searchbar of een search input maken. Samenvattend is een container rondom Reactive Search. We hebben onze eigen UI library ermee gemaakt en het heeft een hele modulaire opzet. En het heeft ons op een paar plekken geholpen. Namelijk voor ons, het is een hele eenvoudige interface voor developers. Je kan gemakkelijk componenten wijzigen door middel van pops. Bijvoorbeeld die waar ben je naar op zoek label. Je kan dat gewoon meegeven als pop en dan wordt het intern wordt het doorgepaasd door middel van pop rating of context naar het juiste component toe. Hoef je verder niet over na te denken. En ook bijvoorbeeld styling door middel van design tokens. Je hebt één, ons theme, daar zet je de typography in, de colors, je padding, margins, al die dingen. En dan hebben alle componenten op je website hebben gewoon dezelfde styling. Dit zorgt ook voor integratie met andere design systems, zoals het NL Design System. Maar ook als je veel meer installaties hebt van rolling scene subsites of losse installaties, dan kan je design tokens in een aparte package zetten en zo kan je design tokens centraal beheren en toch wel op meerdere websites consistent houden. En voor de webtoegankelijkheid is het ook handig, kan je checks inbouwen van oké, heeft deze kleuren, hebben jullie goed contrast, dus daar zit ook een fail-safe in. Het vergt complexiteit. Je kan zo makkelijk componenten importeren zonder je zorgen te maken over de verdere interne implementatie. Bijvoorbeeld voor de searchbar, nou, je ziet hoe makkelijk het is, maar als je gaat kijken naar de broncode, dan zit er best wel wat complexe logica achter. Dit component interpreteert de child component. En onderhoud en updates. Als een update is of een bug of er moet een dependency update worden, doe je dat centraal. En vervolgens, als je je websites moet updaten, neem je dit mee in je updatebeleid. Ook komt Reactive Search steeds met nieuwe functionaliteit uit. En als er een functionaliteit uitkomt die voor alle gemeentes bijvoorbeeld van belang is, dan voegen we dat centraal door en hebben gelijk al gemeentes. En ook voor digitale toegankelijkheid is het heel waardevol. We hadden gemeentes doen vaak audits. We kwamen er laatst achter dat de label niet goed was gekoppeld aan een tekstveld. Of de focus management ging niet helemaal goed als je pagineerde. En dan ga je dat centraal kan je dat doorvoeren of fixen. En vervolgens hebben alle gemeentes profijt van één iemands audit.
Ja, dat was het. Samenvattend, Elasticsearch en React. Dat zijn de voordelen die deze combinatie ons geeft. Dus Elasticsearch geeft relevantere zoekresultaten. De resultaten zijn te sturen. Meerdere bronnen zijn vindbaar. Voor ons hebben we het herbruikbaar opgezet. Eenvoudige integratie en kunnen gemakkelijke updates en nieuwe features voor alle websites doorvoeren. En in ons opzet, backend en frontend zijn gescheiden, zodat we apart, de frontend team en de backend team kan apart van elkaar door op te duwen. Nou, dat was het. Ja. Ja, zeker tijd voor vragen. Wat een fantastisch verhaal. Ik ben niet zo technisch, maar ik dacht, oh, ik snap dit. Toen zag ik wel het verschil tussen dat kleine stukje en dat grote stukje wat je het eigenlijk ziet. Misschien nog niet helemaal, maar fantastisch uitgelegd. Ik vond het een super duidelijk verhaal. Dankjewel ervoor. Ook dankjewel dat jullie wat jullie hebben gebouwd zo delen met iedereen, zodat we er allemaal profijt van kunnen hebben. Super gaaf. Zijn er vragen? Hier voorin. Runners. Bedankt voor de presentatie. Wat is jullie ervaring geweest met een digitale agent? Ja, dat hebben we eigenlijk niet hoeven doen. Ja. Dus, Wat was de voorwaarde vraag? Wat zie je als een vraag was? Ja, ik kom uit België en daar is mijn digitale agent eigenlijk de standaard. Hè? Ik zeg, ja. De slides inderdaad, vooral Nederlandse. Ja. Ja, nee, we hebben tot nu toe het alleen voor Nederlandse websites over doen. Dus dat is iets waar we pas naar hopen te kijken als het duidelijk is. Ja. Meer vragen? Ja, ik heb een vraag. Is er ook een soort beheeromgeving voor de klant? Je had het over synoniemen, hè? Kunnen ze dat zelf beheren in een makkelijke omgeving? Of? Ja, dus ze kunnen eigenlijk synoniemen toevoegen in een metaveld. Dus als ze de post bewerken, dan zitten daar metavelden bij en dan kunnen ze zeggen van nou, ik wil voor dit artikel wil ik de volgende synoniemen toevoegen. En dan zien we dat sommige voegen er één of twee toe en ze misschien echt een lijst van synoniemen. Ja. En zijn die synoniemen alleen door middel van user input of zijn er ook soort van databases met synoniemen? Nee, synoniemen die hebben wij alleen qua user input toegevoegd. We hebben wel een lijst van Nederlandse stopwoorden die Elasticsearch ervan aanbiedt. Waar we dan zelf nog weer stopwoorden aan toevoegen af en toe. Maar dus dat is er wel eentje die we dan pakken. Ja, en ik weet niet of er zo'n lijst al bestaat, maar het zou kunnen. Ook nog wel, ik zie ook heel erg dat ze die synoniemen gebruiken om eens een keer resultaten te sturen. Dus ze willen graag soms benaderen bij gewoon bepaalde zoektermen. En dan gaan ze die in allerlei artikelen als synoniemen toevoegen, zodat die naar boven komen als data gezocht wordt. Dus ik zie nu vooral heel erg dat het gebruikt wordt om het een beetje door de klant te kunnen maken. Ik zie daar midden van de vraag. Zijn er misschien ook plannen dat jullie je container heel misschien ook willen publiceren of zo? Dat we voorbeelden kunnen zien qua code? Of? Ja, dat willen we zeker doen. Ja, we hebben dat nu nog niet gedaan omdat we ons niet konden voorstellen dat iemand daar interesse zou hebben. Nou, kijk even rond. Al deze mensen hebben interesse. Ja, nee, dus dan zouden we er wel nog even een keertje doorheen moeten, maar zeker. Ja. Zit er mogelijk een privacy issue in het Elasticsearch deel? En dat lijkt extern te zijn. Het gaat om gegevens van gemeenten, vragen die de gemeente gesteld worden. De data is eigenlijk. Hoe bedoel je precies? Waar zou de privacy dan in? Een vraag wordt gesteld. Ja. En ik zit even te denken over andere soort websites, bijvoorbeeld over medische gegevens. Hè? Dat kan je het ook aanhalen. Dat de vraag, de bezoeker komt met een vraag, dat gegeven is geld waard. En wat je nu ziet in de praktijk is dat degene die die zoekresultaten verwerkt, met die gegevens aan de haal kan gaan. Dus dat IP-adres achter, er zit een vraagsteller achter. Ja. En ik zie dat het Elasticsearch buiten het proces van de gemeente ligt.
Dus ik vroeg me even af of daar nog een privacy issue ligt, omdat gegevens van bezoekers van de website bij een externe partij misschien terugkomen. Ja, eigenlijk is dat iets wat we op dit moment nog niet doen. Hè? Dan zou je ook het zoekgedrag en de queries die ze intikken moeten gaan registreren. En dus ik denk eigenlijk dat je op dat moment pas aan het privacy verhaal komt. Ja, is dat toch te denken? Dat stond ik ook hoor. Dat je de service ook, denk ik, bij Elasticsearch zelf kan vandaan. Ja, en dat is voor ons ook reden om dat niet gedaan te hebben. Ja. Wij willen dat eigenlijk op dezelfde plek staan waar hun website staat en waar hun database staat. Van, en die self-hosted, en daarom heb ik het probleem niet. Maar, ja, en dan is het wel, die Elasticsearch, ik vertelde al eerder dat met een REST endpoint werkt. Dat REST endpoint is ook gewoon zoeken. Maar we hebben twee endpoints, of eigenlijk twee rollen. Eentje die is publiek, dus die kan gewoon alles ophalen. En dat zou jullie, als je goed in de inspecting tools kijkt, zou je dat ook kunnen doen. Dat is in principe ook prima, want alle resultaten die daaruit komen worden daarna op de website getapt. Dus, en voor het indexeren, dus daar en dingen bewerken, en dus we zullen een aparte rol aangemaakt. Ja, de Reactive Search Components hebben ook een soort handige props die je kan gebruiken om analytics ermee te registreren. Daar hebben wij nog geen ervaring mee. Maar daar zou je wel echt heel veel mee kunnen doen met waar zoekt de bezoeker op, zeg maar, en waar klikt hij uiteindelijk op. Dat zou nog wel waardevol voor gemeente kunnen zijn. Ja, en op dat punt moet je ook inderdaad naar je privacy vertragen kijken wat mogelijk is. Ja. Ervaren jullie wel eens problemen met Elasticsearch? Moeten jullie bijvoorbeeld wel eens het hele indexeerproces opnieuw doen wat ergens niet fout is gegaan? Ja, dat gaat zeker wel eens wat mis. Ja, inmiddels zijn we wat wijzer geworden, maar zeker in het begin gaat het best wel wat. Inderdaad, dat je zegt van nou, het zit verkeerde data in en we moeten het even opnieuw indexeren. Ja, ik weet niet hoe een specifiek voorbeeld verder, maar. Het terug hernoemen van een search query naar een genormaliseerde waarde, dus het terugnoemen van een werk naar een stap, zeg maar. Ja. Wie is verantwoordelijk voor het proces? Dat is dat in jullie code zit of dat in Elasticsearch zelf? Ja, dat doet Elasticsearch allemaal zelf. En je zegt het inderdaad goed, het wordt eerst omgezet naar de stamvorm. Op het moment dat er gezocht wordt, wordt dat ook weer naar de stamvorm gezet en dan wordt het weer teruggezet naar. Dus de match gebeurt altijd op stamvorm. Dus je kunt twee verschillende vervoegingen hebben. Eén vervoeging is gebruikt in het zoeken, de andere vervoeging staat in het artikel. Maar die worden allebei naar de stamvorm gebracht en daarom wordt die gematcht. Maar dat is inderdaad een proces wat intern in Elasticsearch is. Het is ook niet iets wat wij hoeven te programmeren. We moeten alleen snappen hoe het werkt, zodat we verschillende filters kunnen toevoegen. Dus een van die filters was het verwijderen van hoofdletters, of die stopwoorden bijvoorbeeld ook een filter. En je kunt daar nog, ik heb nu een paar voorbeelden genoemd, maar je kunt nog heel veel filters toevoegen ook. Als dat nodig is. Ja. Yeah, yes, go, go, go! Op het moment dat je de resultaten terugkrijgt vanuit Elasticsearch, gaat die data dan nog een keer door WordPress heen om de resultaten daadwerkelijk te renderen? Of komt dat op dat moment rechtstreeks uit Elasticsearch? Ja, Reactive Search Package die doet een API-request naar de Elasticsearch database en dan komt het direct terug in de component. Dus het gaat niet meer door de PHP WordPress installatie. Ja, dankjewel. Nou, wat een goede vragen. Dank jullie wel. Ik ga ervan uit dat jullie dit niet met z'n tweeën hebben gebouwd, maar dat jullie een hele team, of in elk geval een deel van jullie team hier aan gewerkt heeft. Dus ook applaus voor jullie. Volgens mij hebben jullie een heel mooie ding neergezet. En super fijn dat jullie het wilden delen, deze informatie. En ook dat jullie beschikbaar willen stellen, wat jullie net hebben beloofd aan iedereen hier en later op de video. Dat is vast gelijk nu. Ja. Groot applaus. Een huishoudelijke mededeling voor jullie allemaal. Lekker gaan.